Annelotte Vos is een dichteres die woont in Schiedam. Annelotte, waarom gedichten geschreven? Als een soort bezigheidstherapie eigenlijk, om mijn gevoelens... ik ben zeg maar hoogsensitief en ik heb meer tijd nodig om emoties te verwerken. En schrijven helpt daarbij. Wat is hoogsensitief? Je hebt eigenlijk in je brein heb je een filter wat ontbreekt. En daardoor heb je meer tijd nodig om prikkels te verwerken. Dus emotionele prikkels, maar ook van de omgeving, van geluiden, licht. Wat is een beetje je achtergrond? Ik heb de Mode- en Kunstacademie gedaan. En wat is dat voor opleiding? Dat is een creatieve opleiding. En dan leer je kleding maken, ontwerpen, patroon tekenen, grafisch vormgeven, websites maken, van alles. Maar dat is een leuke opleiding. En waarom ben je er toch niet mee doorgegaan? Ik ben er wel mee doorgegaan. Ik heb heel lang in de mode gewerkt, tot en met 2015. Toen ben ik ermee gestopt, omdat de werkdruk in de mode vaak wel echt heel hoog is. Dus ik wilde iets doen wat rustiger was en toen ben ik in musea gaan werken. Maar goed, op een gegeven moment kwam er een moment, gedichten schrijven. Hoe gaat dat nou in zijn werk, praktisch gezien? Bij mij ging dat eigenlijk heel vanzelf. Ik heb daar nooit een opleiding voor gedaan. Ik woonde in een woongroep en dat was best wel intens. En ik ben het gewoon een beetje van me af gaan schrijven. Soms zou ik, als het kon, alles aan je vastlijmen. Sleutels, pinpas en OV. En voor de zekerheid een boterham met kaas. Wel volkoren dan, met een likje biologische grasboter, mam. Maar goed, je schrijft het 's avonds op en als je het dan 's ochtends herleest... Soms vind ik het goed en soms niet. Soms denk ik, nou ja, dat was zomaar een krabbeltje. Gedichten schrijven. Nou, dat is nou niet het meest populaire in Nederland. Wat is dan toch de kunst om een goed gedicht te schrijven? Nou ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Want ik schrijf echt heel erg vanuit intuïtie. Dus, en het voordeel is, toen ik begon met schrijven had ik helemaal nog niet de druk erachter dat iets moest worden. Dus dan gaat het eigenlijk best wel vanzelf. Mijn huis is koud. Het lijkt wel een vrieskist. De regen knalt als een hagelstorm tegen de ramen. Gelukkig ben ik niet nat en kan ik elk gewenst moment in bad. Om met mijn neus boven te drijven, het water tussen mijn vingers te laten gaan, mezelf naakt te zien, mijn schattige roodgelakte teennagels. Waar gaan je gedichten over? Verschilt van Winnie de Pooh tot aan tenen, hamsters. Volgens mij gaat er... Oh ja, eentje gaat ook over mijn moeder, dus van alles. Maar goed, dan wil je het uitgeven. Dan komt de volgende stap. Hoe kom je tot het uitgeven van een gedichtenbundel? Wat moet je daar allemaal voor doen? Nou, daar moet je wel enige onderzoek naar doen. Want je kan het op verschillende manieren uitbrengen. Je kan het in eigen beheer doen of via een uitgever. Ik heb het eerst geprobeerd in eigen beheer uit te geven. Helaas, de persoon die de vormgeving voor mij zou gaan doen, is er met geld van doorgegaan. Dus zorg er wel voor dat je iemand in de hand neemt die... waar je een goed gevoel bij hebt, die je ook in persoon kan zien. En anders is een uitgever een idee. Ik schrijf, ik blijf. Rustig roeren in de verf. Geen dag is hetzelfde, of juist wel. Mijn leven voelt leeg, hoe krijg ik het vol? Rollen door het gras als een kind, daar verlang ik naar. Nog zonder dromen en verwachtingen, zonder doel of agenda. Vergeten wat de dag gisteren bracht, het gras ligt zacht. Waarom zouden Schiedammers je boekje moeten kopen? Ja, omdat het gewoon een heel leuk boekje is.